Ik ben Pamela en dit is mijn vader. Hallo, ik ben Wolter en dat is mijn dochter. Ja, yes! Wanneer was je voor het eerst dronken? Ik was voor het eerst dronken toen ik een jaar of 17 was, denk ik. Moet ik dat echt geloven van jou? 16, ja. Toen ging ik met opa mee naar Spanje. Toen gingen we duiken in Estetiet. En toen was ik voor het eerst helemaal laveloos. Had ik geloof ik 4 bier op. Toen lag ik al te kotsen om de pot heen. En dagen met 4 bier. Nee, nou, dit herken ik. Wolly had het afgelopen winter. Mijn broertje had dat ook. Ja, ook 17. Ja, ik ging eventjes aan de vlugels en aan de shotjes. Ging niet helemaal goed. Als je voor één dag een vrouw zou zijn, wat zou je dan doen? Zou ik een enorme borstvergroting nemen. Hoezo dat? Alles van wat je kan bedenken en zou dan ga jij... de hele dag met mezelf gaan spelen, denk ik. Ja, ik dacht eigenlijk dat je dat ging zeggen, inderdaad. Wat zou ik gaan doen als ik een vrouw was? Op welke beroemdheid lijk jij het meest en op welke lijk ik? Nou, ik lijk op Paul de Leeuw, zeggen ze. Nou, een beetje wel. Ja, ik heb een beetje dezelfde trekjes. Ja. Grote kop. Ja, dat vooral. Klein, dik en lelijk en toch succes. Dat kan je echt niet zeggen. Ik vind mezelf echt oprecht op niemand lijken. Ja, op mij? Ja, op jou, maar... Zeg, op welke beroemdheid lijk je? Nou, op Wolter Kroes. Ja, kan eigenlijk helemaal groot. Deze vraag is leuk. Dit heb ik echt altijd al willen weten van jou. Hoe was je eerste keer? Als de eerste keer. Ik vond best wel eng de eerste keer. Ja. Maar zo praat jij er normaal niet over. Jij maakt er altijd grapjes over. Jij doet altijd nou, alsof het vroeger als je... Alsof geen, je... geen enorme ontploffing was of zo, maar het was wel vuurwerk. Daar gaat het niet om, maar ja, de eerste keer is altijd lastig. Ja. Dan loop je wel de deur uit van... Yes, amen. Ja, ik heb het dus nog niet gedaan. Trotse vader. Nee, dat weet jij. 19 jaar, hè? Dat is wel... Ja, ik ben ook weer... Je gaat nou niet komen met, oh, wat ben je laat. Super trots. Van wie zou je de hele nacht een knuffelbeer willen zijn? Je mag iedereen kiezen. Chantal Jansen! Ik wist dat hij dat zou zeggen. Chantal Jansen! Papa is een beetje verliefd op Chantal Jansen. Nee, ik vind het gewoon erg leuk. Is er iets wat je mij altijd al hebt willen vertellen, maar nog nooit hebt gedaan? Zeg dan. Zeg nou. Een lastige vraag. Ik wou zeggen, ik ben van een, je bent van een andere vader. Maar dat oh, dat zou neer. Toch wat dat zijn. Nou ja, ik vertel jou eigenlijk alles wat ik je wil vertellen. Er is eigenlijk niks wat ik je niet zou willen vertellen. Hoe ben jij te vangen met liefde? Snap je hem? Mijn lieve schat, ik ben je prooi. Ja. Te vangen met liefde. Verover mijn lichaam en ja, hoe ben ik te vangen voor de liefde? Nou, gezellig. Eerst lekker uit eten gezellig. Wijntje erbij en ik vind de eerste date uit eten helemaal niet... Dat krijg je als je 49 bent, dan ga je anders denken. Hoe was dat met Tess? Hoe was jij te vangen met liefde? Ongelooflijk met de gezoende eerste avond. Niet normaal. Ik heb tegenkwam. Ja. Ik heb jou ook een keer zien zoenen in de mosquitobar. Dat ik dacht van, hé, je lijkt wel zo'n... Nee, dit ga je echt niet zeggen. Ja, man, je lijkt wel zo'n droogmolen. Nou, dat slaat echt nergens op dit. Het mooiste vond ik, dat al je broertjes, je broer, je zusjes en je broertje... Dit hoeft gewoon niet omhoog. ...in de kleedkamer. Pap! Bam, staat de zoen op de dansvloer. Nou, dat was heel erg. Dit is een beetje... Maar ik zeg, jongens, ze is... 7, 18. Laat dat kind zoenen. Nou, je vond het heel leuk om te zien. Jij stond daar ook zo. Ik ben even om een hoekje gaan kijken, ja. Ja, nee, dat was echt heel erg gênant. Maar ja. Het is toch leuk als je je dochter ook groot ziet worden. Wat dacht je toen je mij voor het eerst zag? Die moet ik terugstoppen. Nee. Ik was hartstikke schattig. Ik heb alleen maar gehuild toen je het op de wereld kwam. Ik vond het geweldig. Ik was zo trots. Ik had eigenlijk het idee dat ik er maar één zou krijgen. Niet wetende dat het er... 5 werden. 20 jaar later 5 zouden worden, maar... Nee joh, ik was helemaal van het padje af. Nou, dat waren de vragen. Ja, dat was het. Ja.